beginning to end, you can take them out by BMC all day. Yeah. And they ate the mountains. Uh-huh. And there was an Audi, and we think what die allemaal uithaalt voor razige dingen. Dat zijn allemaal stukken die die schrijft, en dan moeten mensen dat naspelen, en dan krijgen die daar een nummertje voor. Ja, precies, dat is het WMC in de kop. Ja. Ja, precies. En nou, dat bleek dus dat hij een enorme zwak had voor Tamara. Uh-huh. En toen zei hij van, hé, hey, klets ouwe, we moeten eens wat samen doen. Oké. En toen had hij dus een hele oude, wazige, stoffige strontmars uit Oostenrijk opgetuigd, die ooit had geschreven in een hele, hele dronken bui. Uh-huh. En toen had hij gezegd van, kennen jullie we daar iets leuks van maken? Ja. En dat was de Helmut Reiner, Helmut Lotti mars, geloof ik. Oké. En toen hebben we daar een bij gehad, die zat ook daar, dat was zo'n wit gevaar een. Ja, Emil Sankovic. Ja, dat weet je wel, nu einde en zo, weet je. Maar ja, en die doet nou verhuizen en alles, dan moet ik hem helpen met slepen en alles, want dan kan hij niet dragen. Heb je de pinknageltje, dat breken mag aan het dijk. Ja, precies, ik kan maar alleen maar ik kan ook geen kwast vasthouden, dus dan moeten we die jongen alles regelen. Ja. Weet je, dan die trottoirbandjes slepen en dijk. Maar in ieder geval, en die heeft toen, toen kwamen we al heel snel op dat in voetbalstadions, dat iedereen doet zingen van lalala. Oh, ja. En dat is dus wel even om een misverstand te voorkomen, dat is dus le en niet la. Oh, oké, dat moet le. Maar anders heb je problemen, dan weet ik waar je woont en dan kom ik langs met een paar. Nee, moet wel niet aan denken. Nee, maar ik heb begrepen dat het orkest wat we huren, dat je een filmpje kunt. Dat is gewoon kruikenzekers. Jazeker. Dat zijn kruikenzeikers, ouwe. Dat zijn gewoon onze maten, weet je. Dat is gewoon hetzelfde spul wat daar woont. Er zijn ook wijken waar geen blauwe doorheen durft te rijden. Ja, dat is waar. En weet je, we hebben ons gewoon gevonden. En het schijnt dat die Mertens, die Wiekspater, die heeft dus links staan in Tilburg. En die waren helemaal gek ook, want daar had die Mertens, dus kun je nog volgen. Ja, ik kan het volgen, zeker wel. Oké, dan blijf erbij. Ja, ja. En die had dus gewoon dat nummer van Tamara daar erin gehakt, wie een zou één. Aha. En toen hebben die dat opgepakt, wie een zou één. Ja, ja, ja. Want toen waren wij op een treden in de kroeg in Heerlen. Ja. En toen kwamen er mensen uit Tilburg naar mij toe voor een handtekening te vragen. Geloof, of delen die jij niet wilt weten, ouwe. Dat klinkt erg goed. Maar ik hoop voor je dat het dit jaar met de vastelovend net zo grote hit wordt als 2 jaar geleden. Je mag hem zelf gewoon helemaal op je eigen manier aankondigen en dan gaan we hem draaien voor je, voor de eerste keer op de radio. Ik wil zeggen dat dit gewoon zo'n ontzettend goede zinnummer is en dat iedereen moet meeknallen in Roda Stadion, NVV, Fortuna, zolang ze er nog zijn, allemaal le meezingen. Mm-hmm. En hier komt het fantastische nummer met wil ik nog even zeggen, het is allemaal live muziek. Hè. We hebben het allemaal afgelopen zondag in één studio. Kom to the point, man. Anders kunnen we het nummer niet meer draaien. Hier komt Snaken!